Wil je ook even een stukje rijden met de auto? Nee. Hè? Hoezo niet? Even door de bergen heen maaien. Ga je die helemaal opeten? Ik ga helemaal stukjes. Ja, jij denkt dat je gaat stieren vechten? Ja. Het stadion zit helemaal vol met mensen. Noah, Noah, Noah. Don Antonio Maria de Orleans, denk ik. Dat verrast toch wel agressief Spanjaarden. Ben je de weg kwijt? Ik weet het even niet meer. Kom, we komen onderweg, komen mensen tegen die zijn buiten adem. Zitten we dan, guys? Lekker in de koets. Dag, lieve jongens en meisjes, dames en heren. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Welkom op mijn kanaal. Welkom hier in Spanje. We zijn op vakantie, jongens. Na 4,5 jaar hard werken zijn we eindelijk op vakantie. We zijn lekker in Spanje. We zitten dichtbij Marbella. We zitten in Estepona. En vandaag gaan we echt iets super nice doen. We gaan namelijk naar een van de mooiste steden van Spanje, schijnt. We gaan naar Ronda toe. Ronda. Ronda is een stad op een rots. Oud stierengevechtstadion is daar. Dus we gaan lekker met de auto er naartoe. Zo'n uurtje rijden ongeveer. Gaan we met de stieren vechten vandaag, Liam? Gaan we met de stieren vechten vandaag? Nee? Noah? Gaan we met de stieren vechten vandaag? Ja? Noah is helemaal gek geworden, jongens. Zodra we dadelijk een beetje onderweg zijn, dan gaan we even beelden laten zien aan jullie. We moeten door de berg heen als het goed is. Dus een mooie route er naartoe. We gaan lekker naar Ronda toe. Let's go. Kijk waar we zijn, joh. Is het niet normaal? Oké, jongens, we zijn eigenlijk net pas onderweg. We rijden nu een kwartiertje, denk ik. Maar het is echt zo mooi. We rijden gewoon door de bergen heen. Dit soort wegen hebben we niet in Nederland, man, guys. Maar het is echt super, super, super mooi. En we zijn nog niet eens in Ronda. Maar dit is echt wel heel mooi. Hoop dat jullie er ook van genieten. Dat we de beelden zo maken dat jullie het ook een beetje meekrijgen allemaal. Volop aan het genieten van het uitzicht. En ook van het rijden, moet ik je heel eerlijk zeggen. Het rijden in de bergen, dat is wel is toch iets anders dan de snelweg in Nederland. Gaan we weer verder, Noah? Ja? Vind je het mooi om de berg te zien? Ja. Vet, hè? Wil je ook even een stukje rijden met de auto? Nee. Hè? Hoezo niet? Even door de berg heen maaien. Dat mag niet van de politie. Oh, mag dat niet van de politie? Ah, ja, dan mag, als het niet mag van de politie, dan moeten we het niet doen, hè? Nee. Oké, we gaan snel de auto in. Let's go. 1, 2. Boom. 1, 2. Dat is wel echt mooi. Kijk eens even. Dan rijden we dan in Spanje. Guys, we zijn aangekomen in Ronda. We hebben echt een super mooie rit achter de rug. Door de berg heen was echt gaaf om een keer te rijden. Is anders dan in Nederland. En dit is Ronda, guys. Het is echt een Spaans dorp.
Ziet er echt super, super, super vet uit. We hebben een mooie wandeling gepland van ongeveer een uurtje, denk ik. Waar we mooie dingen gaan bekijken. We gaan eerst even wat eten, want we hebben echt super honger. Weet je al wat je gaat eten? Ja, ik ga dit eten. Wat is dat dan? Hamburger met friet. Hamburger met friet. Ja. Dus we zijn in Spanje en jij gaat een hamburger met friet eten. En mama, ik wil een pizza. Hé, hey, dikkop, wat ga jij eten dan? Niks. Niks? Pizza. En wat ga jij eten? Papa. Ik denk calamares. Papa. Wat zeg je? Calamares. Papa. Wat is dat? Inktvisringen. Papa. Denk ik. Ik ga voor de ternera planka. Welke ga je? Mag ik het zien? Ga je deze doen? Vlees, ei. Vlees met frietjes en ei. Dat ziet er wel lekker uit. Ga je daar dit heb ik wel doen? Zin in. Oh, die. Yes, die. Liam. Dat is een beste pizza, jongen. Ga je die helemaal opeten? Ik ga helemaal stukjes. Jij gaat toch mee? Moet jij mee helpen met eten? Ja. Ik heb het zelf eten. Papa, kijk. Jij zei dat toch tegen mij? Ja, pizza wil eten. Noah, ik denk dat jij geen eten krijgt, Noah. Ik heb eten nodig. Wat is dat dan? Kan ik niet lekker vechten met iedereen. Met de stieren. Met stieren. Jij denkt dat je gaat stieren vechten? Ja. Je gaat niet meer in stieren vechten. Ik ga schieten. Eet smakelijk. Het eten. En de mayonaise is... Yo, je hebt pips. Prima. Oké, guys. We hebben de buikjes vol. We gaan beginnen met onze wandeling. We gaan even een paar hele mooie plekjes gaan we proberen te vinden. Daar loopt onze reisgids. Waar is je vlaggetje? Heb je niet zo'n vlaggetje? Vergeten. Nou, dit gaat wat worden. Als we verdwaald zijn, jongens, we zitten in Ronda. Dus mochten jullie niks meer van ons horen, dan kunnen jullie ons hier komen zoeken. Oké, guys, we lopen lekker door het park. Hoe heet die ook alweer? Alameda del Tajo. Hoe? Zeg even, hebben we goed... Alameda del Tajo. Alameda del... Of zoiets. Del Tajo. Tajo. Mama wil een foto, maar mama wil even de toerist uithangen. Dat is weg. Oh, dan moet ik ook nog... Kijk, dan word ik ook nog aan de kant gestuurd. Is het niet geloven? Het is echt mooi hier, guys. Oh, mooi, jongen. Kijk dan, hé. We staan hier boven op een klif. Super mooi uitzicht. Dus mochten jullie ooit in de buurt zijn van Malaga of Marbella, dan is Ronda is nu al een aanrader, want dit uitzicht is echt, echt heel gaaf. Ik zie het, ja. De Sierpef Arena is een museum. Oké. Dus dan moeten we dus kaartjes verhalen. Ik vind het goed. Maar ik weet niet wat de kinderen daar vinden. Ik weet het ook niet. Maar het is een museum, daar kunnen we naar binnen. Willen jullie dat? Maar er staat wel, als je liever niet geconfronteerd wilt worden met de omstreden traditie, kun je natuurlijk ook met zo'n boog omheen. Dus misschien is het een beetje cruel. Oh. Oké, dat is niet kindvriendelijk, guys. Dus we gaan niet naar binnen. Oké, guys, we gaan toch naar binnen. Hoe vaak zijn we nou hier? Even kijken, het is in het stadion waar ze vroeger deden stieren vechten. Daar gaan we. Kijk dan, hé. Wow. Guys, dit is wel echt heel vet. Stel je voor dat alles hier vol zit met mensen. En dat je hier staat. Met je rode doekie. En dat er een stier op je afkomt. Dan ben je niet bang, man. Moet je dus voorstellen, maatje, dat je hier dus staat als matador, midden op dit plein. Het stadion zit helemaal vol met mensen. Noah, Noah, Noah. En jij staat in je mooie Spaanse pakkie met je rode doek. En in één keer gaan de poortjes open, pap, pap. En dan komen allemaal stieren op je af. En dan moet jij ze ontwijken. Hoe zou je je dan voelen? Bang. Bang? Ja, hè? Ja, dat is wel echt spannend, hè? Maar er zijn dus vroeger deden ze dat dus wel, hè?
gingen ze hier de stad, gingen gewoon mensen hier het stadion vol, gingen ze allemaal kijken. Hoe één man met een stier ging vechten. Lijp, hè? Kijk, als je een scheiter was, vroeger. Hè, als die stier op je afkwam en je was een scheiter, kon je hier achter zitten. Achter het schot hier. Dus Noah. Oh, daar zit een beetje kapot. Dat denken wij. Is het zo? Ja, daar maaien ze volle bakket aan. Die schrammen van de. Pas maar niet door. De schrammen van de horens van de stieren, die zitten er nog op. Kijk hier. Kwamen ze aanrennen. Zo, boom, zo er tegenaan. Don Antonio Maria do Orleans, denk je. Antonio. Dit is Antonio Banderas hier op het schilderijtje. Even op de foto, maar echt een matador. Papa, ja. Is dat die gast die met die stieren ging? Ja, maar hier waren er wel meer die dat deden, hoor. Dat vind je wel spannend, hè, dat stierenvechten. Ja. Hé, hey, Noah. Ja? Het leven bestaat wel meer dan alleen maar gamen. Ja, weet ik. Hè? Er is wel meer op de wereld dan alleen maar de PlayStation en de Wii. Liam is nu even naar beneden, die gaat voor ons even een showtje opvoeren. Dus wij gaan nu live een stiergevecht meemaken. Ja, even kijken hoe Liam het gaat doen. Nou, als hij zo stil staat, dan had die stieren met die horens hem al in de billen gepakt, denk je niet? Nee. Dit is een van de drie bruggen in Ronda. En dit is eigenlijk waar Ronda symbool voor staat. En, hier zijn ook nog, hoe noem je dat? Kijk, er zijn hier ruimtes die in de Spaanse burgeroorlog gebruikt werden als gevangenis en martelkamer. En er werden ook wel eens gevangenen naar beneden gegooid. Echt? Ja. Hier van de brug af? Ja. Ojo, dat verrust toch wel agressief Spanjaarden. Niet prettig. Sommige gevangenen werden dus gewoon letterlijk van deze brug hier naar beneden gegooid. Gelukkig doen ze die dingen nu niet meer. Het zit allemaal van vroeger in de oorlog. Nu is het gewoon een mooie plek, een mooie uitkijkpunt om te kijken. Mama, je mag uitkijken. Kijk mama, voel ze koudjes. Lekker hè? Heel zacht hoor, maar heel zacht. Het is niet verkeerd even dat koude water. Een beetje afkoelen. Het is wel lekker. Het is toch wel aardig mooi van, mooi beeld van Ronda hebben we gegeven. Kwijt. Ben je de weg kwijt? Ik weet het even niet meer. We zijn nu bij een oude Romeinse brug. En dan heb je dus allemaal water liep hier. Allemaal naar die badhuizen hier toe. Naar die Arabische badhuizen. Vanuit de rivier ging het water allemaal naar die badhuizen toe. En dan konden ze allemaal lekker baden. Lekker in het bad. Mooi hè? Kijk, mama is een reisgids en die is alleen maar, ik weet niet wat die nou aan het doen is. Maar die is volgens mij alleen maar rondje aan het lopen. Je bent kijken welke kant we op moeten. Kijk. Mama is gek geworden. Op vertrouwen van mijn vrouw lopen we nu verder. We dalen steeds verder af naar beneden. Nee, we gaan niet goed, zie? Dat wist ik. Mijn gevoel was altijd goed. Ik had al zo'n voorgevoel dat we niet goed gingen. Ben je nou trots op jezelf? Jij. Ja, misschien moeten we nog een keer terug, guys. Nee, kom maar. Nee. Die kinderen, daar ga ik daar fout en zijn de weg kwijt en dan is het feest. Kom, ga even die tuin in. En dan? En de watermijn en dan gaan we. Kom. Nee, we gaan niet. Dan ga ik alleen. Ja, ga maar lekker. Mama, kijk eens. Ja. Een vis. Vissen. Oh, ja, dat is wel weer heel erg leuk. Een gouden vis! Ja, wordt in één keer enthousiast. Oh, die struisvogels zijn? Of struisvogels? Pauwen. Pauwen, meneer. Hoe kom je nou weer struisvogels? Zou hier een pauw rondlopen? Zullen we kijken? Kom, gaan we proberen te vangen. Nee, die vangen? Hoe doe je dan? Je kan het gewoon, vangen we gewoon die pauw. Die moet weer naar huis. Ja, jij moet naast mij. Wij zijn allemaal. Doe een pauw in de koffer. Noah en ik doen jullie de weg wijzen. Is goed, doen jullie maar samen de weg wijzen. Kom, we gaan naar beneden. Nee, dan ga je naar buiten. Kom. Noah, kijk maar. Kom maar, Noah. Ik ben de hele tijd gewoon naar buiten. Kijk, schatje, zie. Huh?
Oh, is dit er? Liam, wil je alsjeblieft oppassen? Ja, dit is toch een trap? Pas op dat je hoofd niet stoot, maar dat geldt alleen voor mij. Kom maar. Wij zijn het klaar. Hey, dit is wel echt mooi, hè? Hoe spannend hebben ze dit? Gingen ze vroeg, gingen ze hier een bad of zo? Ja, gewoon een spa-achtig, zeg maar. Je ging ze vroeg gewoon ontspannen in de grot. Dan gingen ze een bad in en zo. Kijk, daar gaat. Goed. Oh nee, zijn mensen. Oh ja, gelukkig. Jullie maken er wel eens spannend van. Oh my god. Papa, wij vinden het heel spannend. Jij moet echt voor. Ik ben toch vandaan? Oh ja, papa. We zijn even omgedraaid. Want deze trappen, die gaan helemaal naar beneden. Maar echt helemaal naar beneden. We komen onderweg, komen we mensen tegen die zijn buiten adem. Die kunnen niet meer. En dan loop ik hier met twee kleine kinderen. Dus dat is niet echt een slim idee. Dus ik ben nu al kapot. En ik denk dat ik nog niet eens op de helft was. Het blijkt dus. Ik ben even aan het bijkomen nog hoor, jongens. Jezus. Maar waar wij dus naartoe moesten, was dus helemaal daar beneden. Daar. Als jullie willen weten hoe dat eruit ziet, zou ik zeggen, ga er even zelf een keer heen. Want met twee kleine kinderen, die trap op en af, daar ga ik echt niet aan beginnen. Ik hou van jullie, ik vind het leuk dat jullie kijken, maar dat is te veel van het goede. Oké. Woe! Dank je, maatje. Ik wissel papa. Eén zo'n mini slokje, Liam. Lief man. Kijk, guys. We gaan met de paard en met de koets. Daar zijn wagen. Lekker rondje ronda. Rondje ronda. Daar zitten we dan, guys. Lekker in de koets. In het zonnetje. Een rondje door Ronda. Ja, leuk hoor. Kijk hoe smal die straatjes zijn, guys. Smalle straatjes, jongen. Panfluit. Dat is een panfluit. Dat kindje zat op de panfluit. Mooi, hè? Kijk dan, jongens. Dit is toch fantastisch. Moet je kijken hoe smal het allemaal is waar we doorheen gaan. Oh, dat gaat allemaal net goed. Oké, jongens en meisjes. Dat was de video. We hebben een super lange dag gehad. Wel echt een mega toffe dag hier in Ronda. Morgen gaan we een boottocht maken. Gaan we hopelijk dolfijnen spotten. Dat wordt echt een super leuke dag ook. Daar ga ik ook een vlog van maken. Dus wil je dat zien? Knal in ieder geval even op de abonneerknop. Kost geen geld. Maar je helpt mij echt enorm met mijn kanaal. Om mijn kanaal te laten groeien. Vond je het een leuke video? Knal ook even op het duimpje omhoog. En laat me ook vooral even weten wat jullie van de video vinden. Hebben jullie nog vragen voor mij? Willen jullie iets over mij weten? Of zijn jullie gewoon nieuwsgierig en willen jullie ook de dansvideo's lekker volgen? Blijf dan gewoon vooral hangen op het kanaal. In ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken. Wordt enorm gewaardeerd. En vanuit hier, een zonnig Spanje, zeg ik tegen jullie tot de volgende video. Mazzel!